Verder is Zeen er ook weer klaar voor. Die stuurt Wouter Monde. En Danielle laat weten nog even Wouter luisteren en dan zelf gaan hardlopen. Nou, dan moeten we niet al te lang wachten, want voor je bent is de warming-up helemaal uitgewerkt. Het is net 8:50 geweest, dus tijd voor... Kink op de week. Ik had niet gedacht het ooit te zeggen, maar Geert Wilders is de grootste democraat ooit. Tuurlijk, hij noemde het parlement een nep parlement. Hij praat over 1 miljoen Nederlanders alsof het rechteloze burgers zijn. En hij dient vaker moties van wantrouwen in dan dat Hilversumse omroepbazen opstappen. Ik bedoel, op het Mediapark stappen vaker oude witte mannen op dan bij wielrenclub de fietsende rollade in Lycra. Maar toch, 75% van de kiezers koos voor een andere partij dan de PVV. 3 op de 4 kiezers wilden dus geen premier Wilders. En hij geeft die overweldigende meerderheid hun zin. Democratischer dan dat kan niet. Nou ja, kan wel. Als de PVV een ledenstructuur zou kennen, inspraak vanuit de partij, een partijcongres had en dat niet alles bepaald zou worden door 1 almachtige leider. Na 4 maanden onderhandelen kwamen PVV, BBB, NSC en VVD tot de conclusie dat ze alleen een kabinet kunnen vormen als de 4 partijleiders in de Tweede Kamer blijven zitten. Dat kwam woensdagavond naar buiten. Er was eindelijk witte rook. Of voor de PVV'ers blanke rook. En de volgende morgen twitterde Wilders dat hij het maar unfair vond dat hij geen minister-president wordt. En unfair is natuurlijk Engels voor oneerlijk. De PVV is tegen Engelstalig onderwijs en wil sowieso het liefst alles in ouderwets Nederlands. Maar ik vind het unfair klinkt gewoon iets volwassener dan ik doe huilie huilie. Ik ben ook benieuwd hoe vaak Geert met zijn pruilip door de droomvlucht moet gaan om zijn boosheid onder controle te krijgen. En dan toch elke keer met zijn middelvinger omhoog op de foto en die dan doorappen naar Omtzigt. Want vooral Omtzigt wilde geen premier Wilders. En dat is bijzonder. Niet dat hij dat vond, maar überhaupt dat hij ergens zeker van wist wat hij ervan vond. Je moet er toch niet aan denken dat je uit eten gaat met Omtzigt. Elke keer die teleurstelling als de bediening komt vragen, heeft u een beslissing kunnen nemen? Er zijn moslims aan het vasten nu tijdens de Ramadan, die vol ontzag kijken hoe lang Pieter zonder eten en drinken kan. De 4 partijleiders gaan nu een gewoon kabinet formeren, maar ze gaan er zelf niet in zitten en dan noemen ze het een programkabinet. Maar dit wordt geen programkabinet, dit wordt een Instagramkabinet. De 4 partijleiders geven hun verantwoordelijkheid uit woorden, zodat ze zelf content kunnen blijven maken voor hun achterban op internet. En voor Wilders is dit de beste uitkomst waar hij op kon hopen. Hij hoeft niet daadwerkelijk te besturen, hij hoeft geen ministers te leveren en hij kan aan de zijlijn blijven roepen dat hij het allemaal maar niks vindt. Dat laatste is namelijk het ene trucje dat hij kan. En ook het ene trucje dat zijn kiezers van hem willen horen. Het is met Wilders net als met de Goo Goo Dolls. En die hebben vast ook meer liedjes dan de stom vervelende Iris. Maar ja, Iris is wel wat de fans elke keer willen horen. Vlak na de verkiezingen beloofde Geert zich waardig op te stellen en een premier te zijn voor alle Nederlanders. Maar op social media is Geert nog altijd zijn oude, railschoppende, mensen uitsluitende xenofobe zelf. Hij kan het niet laten. Dat is wie hij is en hij wil dat we dat weten. Of zoals de Goo Goo Dolls al zo irritant zongen, I just want you to know who I am. We weten het, Geert. En precies daarom wil de meerderheid je niet als premier. En ook dat is democratie. Kink. Kink op de week. Wouter Monden. Waarom geven wij zo'n linkse rakker een podium? Is de vraag die binnenkomt. Nou, omdat rechtse rakkers ook al meer dan genoeg podia hebben. En staat vrij om je eigen column te maken. Ja, en zo is het ook.